Ja, we hadden het net al over het Goede Tijden jubileum. En in Amsterdam gaat straks dat grote feest losbarsten. Maar het is misschien ook wel eens leuk om stil te staan bij de enorme kweekvijver van talent die de soap de afgelopen jaren is gebleken. Denk bijvoorbeeld aan Cas Jansen, Angela Schijf, Georgina Verbaan. Nou, wij spraken vier ex-soapies wiens carrière na GTST sky high is gegaan. Voor dat lachen in je ogen, voor een woordje uit je mond. Ja, als de jeugdpuisjes nog maar net zijn opgedroogd, staan Johnny de Mol, Paul Groot en Teun Kuilboer als jonge guppies op de set van GTST. Ook Rick Engelkes weet het allemaal nog als de dag van gisteren. Het is echt ongelooflijk. Ik weet nog wel heel goed, Bert van der Veer, die leidde dat toen helemaal. En die heeft ons toen ook toegesproken en verteld van, dat we ons moesten realiseren dat je leven gaat veranderen omdat je elke dag op televisie komt. Ik was er niet bij toen het gebeurde. Ik kwam bij theaterwetenschap vandaan. Dus wij moesten allemaal heel erg lachen om Goede Tijden. Maar toen ging ik die test doen en vond ik het hartstikke leuk. Meteen al. Wie ben jij? Ik vroeg me af of je plekje voor me had. Ben je Zan? Geholpen door de ijzersterke dialogen en zinderende verhaallijnen hangen de nieuwbakken acteurs in no time door het hele land aan menig muur van een meisjesslaapkamer. Ja, als je naar die fandagen ging, dan is dat wel hysterisch, ja. Als je allerlei pukkels had, wat ik in die tijd heel erg had, dan voel je je ongemakkelijk. Dan denk je, nou, wat heeft die pukkels in werkelijkheid? Dat was natuurlijk mijn grote angst. En dan denk je wel van toe, wat ben ik in godsnaam in terecht gekomen, ja. Ik was er niet op voorbereid, want op zoiets kun je niet echt voorbereid zijn, maar ik wist wel een beetje wat het met zich mee zou brengen. Nou, bergen fanmails en slipjes in de brievenbus is dagelijkse kost voor de GTST-hunks. Soms was het ook best wel een beetje beangstigend. In de kerstvakantie dat ik gebeld werd door de productie dat we vrij, dat ik dan toch naar het kantoor wilde komen omdat er een meisje was die was weggelopen van huis en die wist niet meer waar ik was om in mijn fanmail te gaan kijken of de politie. En inderdaad stond daar een brief in van God, ik ben daar en daar naartoe gelopen. Ik heb een kamer ergens in Aalsmeer. Dat soort dingen. Een heleboel GTST'ers bouwen na de soapjaren hun carrière flink uit. Maar Meer Dijk heeft nog steeds een speciaal plekje in hun harten. Nou ja, ik ben uiteindelijk bevriend gebleven met Inge Ypenburg, die Martine Hafkamp speelde. En met Martin van Stijn, die Mickey speelde. Vrijdagavond in Aalsmeer had je een barretje. En als je dan met je hele ploegje daar een biertje ging drinken omdat je keihard had gewerkt, die avondjes zal ik niet snel vergeten.